Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag, jongens, vandaag is het tijd voor iets heel bijzonders. Het is namelijk weer tijd voor Content Veen en ik... Ik ben nog steeds mijn stem een beetje kwijt. Ik had een dikke party. Nee, dat is niet waar. Ik was gewoon echt goed verkouden. Maar dat is allemaal geen probleem. Dat is allemaal geen probleem. Hey jongens, ik was live afgelopen week 2 keer met Content Veen. En de laatste livestream heb ik even gemined. Heb ik 53 diamonds. 53. En wat redstone, wat ijzer en andere poepzooi. Maar goed, mijn mining sessie, die vond ik nog niet klaar. Dat komt omdat ik weet dat ik hier nog gewoon omdat ik weet dat ik hier gewoon nog diamonds ga vinden. Dus wij gaan nog heel eventjes doorminen. En op het moment dat ik mijn eerste volgende diamonds vind, gaan we terug naar boven. Hey, lapis lazuli. Was er niet een soort lapis lazuli tactiek om diamonds te vinden? Want volgens mij was dat op de Z moet je dan 4 naar beneden. 4 nog een keer naar beneden. Dit is volgens het internet de tactiek. Dat is geen diamond. Of ik doe het helemaal verkeerd. Laat het me even weten in de reacties. Maar goed, hartstikke leuk dat jullie het durfden om op deze video te klikken. Jongens, ik had het niet gedurfd. We gaan deze video even voor 3000 likes. Kom op, doe het even. Want als ik 3000 likes haal, invite ik Henkie op Content Veen. En dat gaat fout. Oké, jongens, we hebben wel genoeg gemined. Het is tijd om weer lekker naar boven te gaan. We hebben 60 diamonds. Best wel veel emeralds for some reason. Ik schrik me rot, joh. Wat dacht je dat het was? Ik denk, dat hoor ik voorbij of zo. Ja, ik wil hem hoog doen, maar door mijn stem. Lukt het niet helemaal. Oh, wat is dit? Bentjes. Oh, wow. Wat cool. Dit is lijp, een soort ondergrondse tuin. Ja. Wist je dat bijtjes stinkvoetjes hebben? Oh, dat zijn hobbeltjes trouwens. Ja. Maar ze lijken wel meer op hobbeltjes. Oh, een babybijtje. Je hebt een babytje. Ja. Hij is heel cute. Hij is echt cute. Dit is echt heel leuk, het kamertje. Ik heb heel veel gekocht bij jou in je shop, hè? Echt? Wat heb je allemaal? Ja. Oh, liefst zo natuurlijk. Oeh, dan gaan we even langs mijn shop zo. Ik heb misschien nog een extraatje achtergelaten voor je. Maar ik heb ook nu 60 diamonds op zak. Dus ik ben echt een rich man. Thanks. Nee! Oké, jongens. René vertelt mij dat in mijn winkeltje... dat zij wat gekocht heeft... omdat zij die bijen ding natuurlijk moest maken. Maar laten wij eerst even alles op orde brengen. Oh, zo, dit voelt even goed. Er is iemand. Ik gok Jordi. Ja, dat dacht ik al. Gegroet. Gegroet. Zo, je hebt aardig wat diamonds. Ja, ik heb even gemined. Eindelijk een beetje... Wat ga je doen hier? Hij loopt te stelen. Oh, zo. Oh jee, sorry. Mag ik wat sugarcane lenen? Ja, tuurlijk. Thanks, het zijn al boeken gemaakt. Dus, wat het leuke is, ik heb nu 8 boeken, hè. Dan ga ik even heel veel efficiency ga ik kopen. Nou, dan ga ik dat ook op mijn ex zetten en zo. Goeie toeien. Hier. Ik heb 8 boeken met efficiency. Lekker doen. Dit is mijn Jerry Destroyer. Smacks. Hey, wat is dit? Ja, mijn shovel is de Rick Destroyer. Mijn pickaxe mag ook nog. De Rick Destroyer, die is bijna stuk. Ik moet even inbreken en mending hebben. Dan heb ik de Jerry Destroyer. En dan heb ik de Rini Destroyer. Deze gebruik je heel veel, die pickaxe. Oké, jongens, ik heb even wat emerald uitgegeven aan de villager. En die heeft mij vele boekjes gegeven. Waardoor ik nu de Rick Destroyer, de Jerry Destroyer en de Rini Destroyer heb. Ze hebben allemaal efficiency 5. Mijn schep is wel bijna stuk, dus heb ik eigenlijk even mending voor nodig. Maar ik heb die boekjes zo, dus ik kan net zo goed een nieuwe maken als deze stuk. Dus heb ik een nieuwe Rick Destroyer nodig. Verder, mijn planning. Ik moet even deze muur afbouwen hier. Want die moet net zoals dit eruit zien. En ik moet de details nog in die muur doen, samen met de belichting. Maar ik stel dat telkens uit. Dus laten we eerst dit muurtje hier even fixen. Maar daarvoor heb ik mijn endersite nodig. En als het goed is, ligt al mijn endersite ligt bij mijn gevangenis. Die ik overigens ook in mijn stream gebouwd heb. Dus we gaan heel even snel langs de gevangenis om alles op te halen. Kijk, dat zou je hem al hebben. Hij is nog lang niet af, jongens. Ik wil er nog een extra verdieping op gooien. En dan nog een toren in het midden. Hij wordt echt leuk nog, hoor. En het doel uiteindelijk van deze gevangenis is Jordi erin. Oh, ja, Jordi moet er gewoon inkomen. Dat is het einddoel. Gewoon Jordi opsluiten. Die verdient het om hier te zitten. Oh mijn god, er is hier een netherportal. Waar is die netherportal? Oh mijn god, er is hier een netherportal geplaatst. Okay, misschien dat we dan sneller heen en weer kunnen. Laten we even mijn spulletjes ophalen die ik ga lenen hier. Het is eigenlijk allemaal van mij, dus ik zeg lenen, maar het is gewoon mijn eigen spulletjes. Zo, en dan gaan we weer terug om de muur af te maken. Ik wil trouwens eerst nog heel even snel langs mijn gevangenis, besef ik nu. Want daar zei René dat ze wat gekocht had en zo. Dus hier, daar gaan we met het bootje. Nou, laten we kijken. Hey, een diamond. En nog een diamond. En nog een diamond. En 3 extra omdat je lief bent.
Extra omdat je lief bent. Die vind ik wel heel leuk, jongens. Die waardeer ik enorm. Mijn dirt is wel helaas op, dus dat moet ik bijvullen. Maar René heeft gewoon dingen voor me gekocht. Het zijn 6 diamonds erbij, jongens. Nu hebben we hem. En dan nu is het echt tijd om het af te gaan bouwen. Hier komt mijn coole cave slash mine. Misschien wil ik hier wel mijn chest room van maken, hier beneden. Dat ik dan Rick's huis eindelijk een keer om kan bouwen. Maar eerst moet dat muurtje hierboven even af. Dat is namelijk deze. Want dan is het gewoon, kan ik het een keertje even netjes maken. Laten we dat dan ook gelijk maar doen, jongens. Want dan is het nu tijd voor een epische makeover. Hey, zombie villager. Oh, jongens, ik heb geen toortjes. Jou gaan we converten. Blijf staan. Goed zo, in de boot. Blijf zitten. En daar ga je. Vanaf nu ben je herboren. Althans, zometeen ben je herboren als Frank. Frank is zijn naam. Blijf nog maar even zitten, Frank. In de tussentijd gaan we gewoon lekker verder. Volgens mij is onze vriendelijke vriend, ja, hij is normaal geworden. Ik ga een route voor je bedenken. Ik ga je redden. René, ik heb hulp nodig. Hey. Ja, ik heb een nieuwe. Wow. Dus, we moeten even een pad maken die hij kan bewandelen. Oké, de route is gemaakt. En nu moeten we hem hierheen zien te laten lokken. Of hij gaat hem gewoon bewandelen, de route. Dat kan ook. Kom maar, je hebt vrijheid. Ga. Kijk, hij weet waar hij heen moet. Let op, hè. In één keer. Alsof het niks is. Nee. Ga weg. Naar binnen. Jonge knul. Nu je nog de kans hebt. Oh, kijk, daar gaat hij. Hij weet precies waar hij heen moet. Zin in. Goed zo. Nee. Nou, wil je daarin? Dat mag ook. Daar mag je ook. Ik vind het prima. Oké, nou, ik heb hem. We hebben hem. Nice. Nou, dan gaan we even kijken wat we dan van deze mattie-battie kunnen maken. Oké, kijk wat hij voor baan wil nemen. Nou, neem eens een baan. Neem een baan. Ja. Ja, knockback. Ja, deze guy is heel goedkoop. Nou, neem een baan. Luie lapswans. De loser wil geen baan. Wil jij alsjeblieft een baan voor ons nemen? Ik doe nu de harde aanpak, René. Ik laat hem even staan, zo. Zoekt hij het maar uit, kom ik later bij hem terug. Het is tijd om de muur weer verder af te bouwen. Ik weet niet hoe vaak ik het al deze aflevering heb gezegd, maar nu doe ik het weer. En hij is nu wel netjes afgerond tot aan deze, tot aan de berg, zeg maar. Oei, ik zie nu pas dat het in de knoei komt met mijn waterval. Maar het is niet erg, gaan we fixen. Komt goed. We kunnen dit namelijk gewoon heel mooi doorbouwen met dirt dat wij hebben. En dan een soort kuiltje maken hier voor mijn waterplekje, weet je. Dan moet een soort kuiltje komen. Ja, dit kan wel. Dit kan, in principe kan dit wel gewoon zo. Deze muur hier moeten we nog even netjes maken met die berg. Maar tot nu toe vind ik het een prima manier om van oplossen dat het hier zo met een kuiltje naar beneden loopt. Ik wil van dit gedeelte, jongens, denk ik een keer een farm maken. Ik heb namelijk helemaal geen farm. En dit gedeelte hier is heel open. Dus dan denk je, ja, wat ga je ermee doen, weet je, met dat gedeelte? Dingen opbouwen? Ik dacht, ja, kan wel. Maar wat nou als ik er gewoon een leuke farm van maak? Overal aan die randjes. Dat je zo door de farm en dan eigenlijk meer sierfarm dan daadwerkelijk nuttige farm. Dan gaan we even een hoe maken. En jongens, je weet wat ze zeggen. Never waste your diamonds on a hoe. Laten we beginnen met wat rustige waterspotjes hier en daar ertussen te proppen. En dan gaan we het helemaal vol farmen met gewoon wheat. Waardoor dat leuke gele effect er doorheen komt. Ik maak het letterlijk niet eens voor het nutten van. Ik wil het puur hebben, maar ik weet dat het er gewoon mooi uitziet. En dan mooi met onze ijzeren hoe gaan we alles lekker beplanten. Weet ik veel hoe je het wil noemen. En er moet ook licht zijn. Dus ik ga even kijken waar ik mijn licht op plaatsen. Hoe ik dat wil doen. Maar het komt vast wel goed. Kan ik er eindelijk een keertje lanterns gebruiken. Waardoor het gewoon wat mooier wordt. Oké, enige nadeel is dat mijn hoofdstuk is. Omdat ik maar een ijzer had in plaats van een diamond. Maar we maken wel een nieuwe. Oké, alles is nu geplant zoals het hoort te zijn. Althans geplant. Alles is nu gemist. Ik weet niet hoe je dat wil noemen. Gehoopt. En ready om beplant te worden. Maar er moet eerst een licht bij. Voordat het donker wordt en dat ik te laat ben en zo. Dus laten wij een keer overdreven veel lanterns maken. Een keer meer dan een stack lanterns. Wat fences, wat walls. En dan kunnen we beginnen. En ik dacht aan een heel simpel iets. Namelijk gewoon lanterns plaatsen. Als daadwerkelijk een soort van lantaarnpalen. En ook echt een heel simpel design doe ik. Letterlijk zo simpel mogelijk. Ik denk dat ik het ook op dirt hou zo. Want dat geeft wel dat effect van... Ja, op zich geeft het dan een leuk effect als ik het op dirt hou. En dan plaatsen we er gewoon een paar door de farms verspreid. En dan ben ik benieuwd naar het resultaat. Oké, lantaarns zijn geplaatst. Ik wil wel toch echt nog even waarschijnlijk... Dit blok hieronder willen we het zo hebben. Dat ziet er net iets netter uit voor mijn gevoel. En dan laten we het even nacht worden. Want ik ben benieuwd naar het resultaat. Het wordt dus donker. En zo te zien mis ik wel een aantal plekken waar echt licht nodig is. Maar ik denk dat daar de meest simpele oplossing ooit voor is. Is door bijvoorbeeld te zeggen, we hangen er nog een paar aan de muur.
waar nodig, weet je. Zoals hier is het ook nog een beetje donker. Zeggen we gewoon, hadse flats, wangen hier ook nog heen. Hier nog een beetje donker, hadse flats, nog eentje aan de muur. En voor de rest is het helemaal prima belicht hier, behalve hier binnen. Dus dan heb ik de seeds die ik jaren bij elkaar heb gespaard, omdat ik nog nooit een farm gebouwd heb in Content V, heb ik bij elkaar geraapt om één mooie, leuke farm neer te zetten. En ik weet niet eens of ik hem ga gebruiken, want dan ziet hij er weer minder mooi uit als ik hem opnieuw moet planten. Ik wil gewoon dat hij even helemaal volgroeid is. Ik wil zo graag dat resultaat even zien. Maar ik twijfel of ik oprecht genoeg seeds heb. Want ik heb al een hele grote farm gemaakt. Het antwoord is nee, ik heb niet genoeg seeds. Dus dit is het eerste wat we hebben. Als het vergroeid is, moet ik het helaas dus wel gaan hakken. Want de seeds zijn nog niet aanwezig om alles in één keer te doen. Ook niet mijn prachtige kistje hier, oh. Misschien even een nee wat seeds die ik even mag lenen. Ja, zo, ik moest niezen. Spontaan 4 stacks in mijn inventory. Ik denk dat ik nog een beetje verkouden ben. Ik betaal ze wel terug. Nee, komt goed. Zo, en dan hebben we het toch gered. En dan heb ik nog 2 stacks over. Dus die kan ik terugstoppen weer in Nea Cave. En nu hoeven we het niet weg te halen. Want nu kunnen we gewoon wachten tot alles volgroeid is. En dan kunnen we er gewoon naar kijken hoe mooi het is. Ik twijfel of ik het hierboven ook zo wil hebben. Dat ik misschien hier ook met farm wil doen. En dan eigenlijk hetzelfde soort. Of misschien wat anders, dat ik hier een ander soort farm bouw. Maar puur het leuke aan wheat is dat het gewoon zo hoog wordt, weet je. Dus laat zeker even in de reacties weten wat ik hier moet plaatsen op deze laag. De berg, dat regel ik allemaal nog wel. Het huis waar ik word binnenkort eindelijk een keer afgetakeld tot zijn rechtmatig oude plekje. En wat ik nu even ga doen, jongens, ik word zo ontzettend gek van al die beesten die hier altijd spawnen. Nu zie je daar al 2 skeletons. Net heb ik hier ook al zombies en creepers gekild. Het is overal zo donker. Ik ga even de boel belichten hier. Op de grond plaats ik toortjes. Op de bergen ga ik ook even toortjes plaatsen. Daar ga ik denk ik lanterns plaatsen. Ik ben helemaal zat dat het zo vol staat met al die beesten hier, consistent. En ik ben te lui om er telkens een einde aan te maken. Dus nu gaan we het belichten en dan heb ik even wat rust. Hey jongens, ik ben al heel ver met belichten. Probleem is, het wordt dag. Dus dan kan ik het helemaal niet meer zien waar ik het nog moet belichten. We houden het even op waar we gebleven zijn nu. Zie je daar boven op de berg, daar is allemaal belichting. Daar is allemaal belichting. Daar, ik heb de onderste laag van dat vast gedaan. Hier moet nog even wat licht. Ik weet dat het hier namelijk altijd donker is. Maar ja, het is nu overdag. Dus dan kan ik gewoon niet meer zien waar ik lampjes moet plaatsen. Dus we gaan morgen weer verder. Oké, dan wil ik nog iets doen in deze aflevering. En dat is namelijk wat ik hier gedaan heb met die muren. Namelijk, deze hoogte is perfect om deze laag hier en deze laag weg te halen. En dat daar dan ongeveer of halverwege komt nog zo'n muurtje. Want daar is het eigenlijk perfect voor. En dan kan ik dit gedeelte hier, waar we eigenlijk het meest lopen, ook even compleet veilig maken. Zoals daarboven eigenlijk. En met mijn nieuwe schep moet dat helemaal geen probleem zijn. Laten we kijken, waar willen wij... Laat ik eerst de muur even bouwen, besef ik nu. Waar willen wij die hebben? Daarvoor heb ik hout nodig. Houttakken. Het hout is gehakt. Kunnen we nu even kijken hoe ik het wilde doen? En dat is denk ik oprecht gewoon zo. Gewoon een beetje zoals ik die daar ook heb gedaan. Alleen deze wordt volgens mij ook wat minder hoog. Als ik het goed moet zien, wordt die namelijk maar letterlijk zo hoog. En dan denk je, hij is maar 1 blok. Nee, want eerst moet al dit dirt nog weg. Maar we hebben onze Rick Destroyer. En onze Rick Destroyer is de snelste schep die er is. Enige ding is, we hebben wel, wat ik net zeg, de Rick Destroyer, zo heet die. Waardoor we heel snel dit dirt weg kunnen halen. Maar ja, er staat hier ook nog allemaal stone. En mijn pickaxe is ook zo snel. Maar bij stone ga je langer na niet zo snel als dat je met dirt gaat. Zoals je ziet. Niet zo snel. Het begint al oprecht leuk te worden nu. Hoe groter het wordt, hoe leuker de kleur wordt, hoe mooier het wordt. Dirt hebben we ook wel weer even genoeg voor in de winkel binnenkort, nadat ik met deze schep tekeer ben gegaan. Ding is, de vloer hier, die is versteend. En het moet uiteindelijk ook gras worden. Dus dit moeten we zometeen ook allemaal weer weghalen. Maar eerst lijkt het me leuk om het muurtje af te bouwen. Voor mensen die er langskomen en niet denken van, oh, het is hier helemaal lelijk en kapot en zo. Maar dat ze eerder zien, oh, hij bouwt nog zo'n muurtje. Een Nether Portal muurtje wordt ook nu een stuk hoger, voor je gevoel. Want ja, de grond is een stuk verlaagd. Dus dat is ook een stuk anders nu ineens. Maar dat is allemaal niet erg, joh. De trap bouwen wij hier, want deze is perfect 2 breed. En tot nu toe is elke trap van ons 2 breed. Het is hier donker en er spawnen gelijk van alle soorten poepbeesten. Daarom heb ik het net belicht. Maar ja, omdat ik hier de boel aangepast heb, is er van alles gespand. Alsjeblieft, blaas niet op. Alsjeblieft, blaas niet op. Oké, ze zijn niet opgeblazen. Zijn ze lekker met z'n tweeën aan het vechten? Kill jij de zombie maar? Of kill elkaar? Dan kill ik jou na afloop. Kunnen we het gelijk eigenlijk ook gewoon goed bouwen zoals we het willen? Ik heb de enderside toch. Hier, muurtje is al gelijk gebouwd. Kost eigenlijk helemaal niet zo heel veel werk. Heel vervelend. Er loopt de hele tijd een pikman. Hij is nu weer terug de Nether Portal in. Maar loopt de hele tijd over mijn deurbel. En wederom is het ingegroeid. Het wordt nu echt leuk. Kijk, het krijgt nu ook al de donkere kleurtjes die ik wilde. Dus we zijn er bijna. Gooien we het randje er even op. Alsof het helemaal geen werk gekost heeft, jongens. Oh, daar, dat randje. Dat moet nog. Beren, zombie, waar kom je toch vandaan? Voor mijn voor heb ik al zoveel belicht. Maar die beesten blijven maar komen. En dan heb ik die walls nodig. Maar die liggen wederom in mijn kist. En ik blijf heen en weer lopen.
Zo, de wals geplaatst. Maakt het eraf dat je hoe dichter je daarbij komt, hoe meer wals daar komen. Doe even wat trapdoors. Ik heb daar lange na niet genoeg van, omdat mijn hout gewoon schaars is. Doen we hier ook even trapdoors. Is het wel donker gelijk. Maar we hebben nog 47 lanterns, dus dat lossen we gelijk even op. Beam, badabim, boom, badaboom, bouw, ciao. Oké, lanterns geplaatst. Dan moet dit allemaal nog dirt worden. Daar moeten ook nog meer trapdoors op. Ik heb er nog maar 9, dus ik moet binnenkort ook even wat hout hakken om die trapdoors hier allemaal erop te plaatsen. Maak wel even op wat ik nog bij me heb. Helaas is dat niet veel, maar dat is niet erg, want trapdoors zijn niet moeilijk om te maken. Oké, jongens. Dan nu is het helaas al het einde van deze aflevering. Ik heb gewoonweg niet meer tijd om deze aflevering nog langer te maken. Dus ik hoop dat binnenkort de volgende aflevering weer wat langer is. Of ik ga... Oh, hij was al dood. Of ik ga gewoon weer live, dat kan ook. Hou mijn kanaal maar lekker in de gaten, dat komt helemaal goed. Oh mijn god, wat word ik gek dat die beest blijft spannen. Waar komen jullie vandaan? Veel progressie gemaakt, moet ik wel zeggen. We hebben die muur daarboven afgebouwd. We hebben die muur hier beneden nog even gemaakt. De farm is geplaatst. Dus daar komt uiteindelijk nog hetzelfde als aan deze kant. Nog zo'n muurtje, ongeveer op deze plek zo. Waardoor je hier nog zo'n platform hebt. Waardoor leuke dingetjes gebouwd kunnen worden. Laat jullie maar even weten of ik een huisje moet maken. Of dat ik hier mijn chestroom in moet bouwen. En daarboven nog een kamer. Dat ik in mijn muren telkens mijn huisjes maak. Of dat ik daadwerkelijk gewoon een huisje boven de grond moet maken. Laat het ook maar even weten in de reacties. Voor nu dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als je het nog niet hebt gedaan. Like even. We gingen voor 3000 likes. Ik spreek jullie later. Glaasje water telt 4 flesje bier. En doei!